Maar ze worden positief al. In tegenstelling met het eerdere bericht gisteren over de gasexplosie in Urk. Ik dacht dat er geen gewonden waren gevallen, althans dat had ik begrepen uit eerdere berichten. Maar het schijnt dus wel gewonden te zijn, licht gewonden. Gelukkig tot nu toe geen doden gevallen. Dat is in ieder geval al een geruststelling, maar je weet natuurlijk niet wat de afloop is. Ik hoop dat alles mee gaat vallen en uiteraard steunen we de situatie en hopen dat het allemaal goed komt. Het is natuurlijk schrikken voor de mensen die in de buurt wonen, zo'n enorme gasexplosie. Dat zou je ook niet willen. Het doet meteen denken aan jaren geleden de vuurwerkramp in Enschede. Dat was natuurlijk een nog grotere ramp. Maar elke ramp is er één. En hoe klein, hoe groot die ook is, het blijft gewoon getraumatiseerde ervaring. En dat moet je nooit willen, zoiets. Dus ik hoop maar het beste. En ik hoop dat het de goede kant op gaat. En de oorzaak gasexplosie is natuurlijk nog niet bekend. Maar dat zal een nadere onderzoek gebeuren. Of moeten gebeuren. Dat zal nog enige tijd in beslag nemen. En dat zal uiteindelijk de uitkomst zijn. Wat nou echt de reden is geweest dat er een gasexplosie heeft plaatsgevonden. Nou, dit was het nieuws. En ja, tot de volgende keer. En jongens, sterk daar in Urk. En, kom op, hoe zwaar het ook is. Dank je.